Rijen dik staat het publiek langs de route. Alleen al de zaterdag, de Westlanddag, brengt duizenden mensen op de been. Onder het thema Meesterlijk Mooi varen 60 versierde boten vanaf Honselersdijk, een rondje via Naaldwijk, Poeldijk en Den Haag. En morgen ga ik weer ergens anders kijken waar ik het dan weer beter zie. De vaartuigen zijn opgetuigd met vruchten, planten en bloemen. Allemaal geteeld in de Westlandse kassen. Dat is fantastisch. Vooral de kinderen die genieten er hartstikke erg van. Dus, ze zitten erom te vechten wie er op hun schouders mag zitten. Dus, anders zien ze niks. Het is zo druk. Het is heel druk. Ja, het weer is ook weer goed voor, dus ja, het is perfect. En ook deze 15e editie van het Varend Corso Westland duurt 3 dagen. Vrijdag de Rijnmonddag, zaterdag de Westlanddag en zondag de Delflanddag. Ik vind het iets minder dan vorig jaar. Vorig jaar vond ik het mooier. Nou, dat er meer variëteit in zat en meer muziek en ja, gewoon spectaculairder.